Het is weer tijd voor een nieuwe Clash of Clans video, want er is heel erg groot nieuws, namelijk een derde basis die we kunnen unlocken. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Laten we natuurlijk als eerst eventjes een kijkje nemen naar mijn basis en zoals jullie zien, er is weer wat veranderd, want ik heb constant 6 bouwers aan het werk. Wat betekent dat de upgrades inderdaad lekker snel gaan. Zoals jullie hier zien, ik ben al redelijk snel klaar met de Barbaren Koning Cannon en de Koninklijke, nog iets, hoe heet die? Kampioenen. Nou, die staat hier natuurlijk hier zo. Zoals jullie zien, ik moet niet heel erg veel meer. Namelijk, als jullie goed kijken, ik moet deze nog 2 keer. Deze moet nog 1 keer, 1 keer, 1 keer, 1 keer. Deze 1 keer. En deze moet ik nog wel een paar keer, want die is pas, eventjes kijken, level 15. Dus nu moet ik zometeen nog 9 levels upgraden. Maar dan zijn we er bijna wel. Natuurlijk moeten hier en daar nog een aantal traps. Dus ik denk dat ik over een maand ongeveer wel over kan gaan naar natuurlijk de nieuwe Town Hall. En dan gaan we inderdaad door naar Town Hall level 14. En dan krijg ik al deze dingen erbij. Dus dat is zeker weten nice. Dan krijgen we natuurlijk pets. Wat natuurlijk super tof is. Dus ja, ik kan eigenlijk niet wachten. Ja, en dan eventjes de Builder Base. Ja, de Builder Base, daar doe ik niet heel erg veel aan. Wanneer ik kan upgraden, dan doe ik dat natuurlijk. Maar zoals jullie nu zien, ik kan niks upgraden behalve muurtjes. Maar dat doe ik in principe niet. Maar hier gaat binnenkort iets heel erg groots aangepast worden. Namelijk, zoals jullie weten, Builder Base 2.0 komt eraan. En ik wilde eventjes een kijkje gaan nemen. Namelijk, daar zit ook de nieuwe basis in. We gaan eventjes kijken naar deze video. Hier zien jullie natuurlijk de normale basis. En jullie zien een soort van grot richting de tweede Builder Base. Jawel, en je kunt gebouwen heen en weer plaatsen. Maar wat betekent dit precies? Nou, dit is een tweede basis die je kunt indelen en die moet de aanvaller ook aanvallen. Dus je kunt in principe als je dit aanvalt, wat hij zo meteen gaat laten zien, kun je 100% halen. Maar wanneer je nog troepen over hebt en zo, dan ga je over naar die tweede basis en dan kun je in totaal dus 200% destruction halen. Dus dat is zeker weten tof. Zoals jullie hier zien. De troepen zijn sowieso aangepast, want die cannon die kun je neerzetten en dan wordt het een soort van mortier. Dat zien jullie. Daarnaast zien jullie ook dat andere troepen hoger level zijn. We zien ook natuurlijk dat de, hoe heet die ook alweer, de gevechtsmachine, die is 5 levels hoger. Dat komt er dus ook allemaal aan. Dit zijn allemaal max troepen, dus dit zijn alle max levels. Ik bedoel, die cannons gaan 2 levels omhoog. Volgens mij gaat alles 2 levels omhoog, want alles is max level 18 op dit moment. Maar zoals jullie zien, super dik ziet het eruit. Een best wel leuke manier, want je kunt op deze manier wat meer, ja, je troepen aansturen. Want het was altijd natuurlijk zo dat je gewoon troepen ging spammen en that's it. Nee, nu moet je ook troepen bijvoorbeeld met die speciale ability op een vaste plek neerzetten. Of bijvoorbeeld die reus, die kun je een shield geven, waardoor die natuurlijk langer in leven blijft. Dus stel hij krijgt heel erg veel damage, kun je hem tijdelijk een shield geven. Dus dat zijn zeker weten toffe aanpassingen. Maar goed, de base die je hier aanvalt is een stukje kleiner. Dat komt natuurlijk ook omdat je, ja, die tweede base hebt waar je ook natuurlijk allemaal, ja, defense neer hebt staan. En dat laat hij zo meteen zien. Ik bedoel, deze 3-ster haalt hij easy peasy. Ja, want jullie zien hier dat hij naar de tweede base is gegaan. En daar heeft hij dus een iets andere layout. De Otto building, die staat linksbovenin. Dat is eigenlijk het stadshuis. Daar krijg je namelijk een ster voor als je die aanvalt. Dan krijg je natuurlijk ook een ster als je 50% of meer aanvalt. En als je 100% destroyed, dan heb je natuurlijk 3 sterren. Dus dan heb je in totaal 200%. Dat is dus de, ja, de nieuwe basis die eraan gaat komen. Builder Base 2.0. Er wordt dus heel erg veel aangepast. Ik zal zo meteen nog wel eventjes wat meer laten zien. Zoals jullie zien, de basis is helemaal kapot gemaakt. En hij heeft in totaal hier ook 100%. Wat betekent in totaal 200%. Ik heb natuurlijk in de vorige video ook al uitgelegd hoe dat werkt met gold en elixir. Maar nog eventjes in het kort. Als je aanvalt, dan krijg je gold. Dus dat is de manier om gold te krijgen. Nou, ik heb niet zoveel meer. En de manier om elixir te krijgen is defense. Dus je moet zo goed mogelijke defense hebben. Hoe beter je defense, nou ja, hoe beter. Dat is natuurlijk, dat kun je niet, zeg maar, daar heb je niet echt heel erg veel invloed op tijdens de aanval. Maar dan krijg je dus meer elixir. Ja, en de bouwerszaal, die gaat inderdaad naar level 10 toe sowieso. Dus dat is zeker weten tof. Dus we kunnen weer wat gaan upgraden. Samen met natuurlijk ook de gevechtsmachine en eigenlijk alle gebouwtjes die weer wat levels omhoog gaan. Dus op die manier kunnen we weer lekker upgraden. Het enige nadeel is inderdaad dat de 6e builder in deze base
Oftewel, even kijken, dit hutje, die zal tijdelijk weggaan. Namelijk, die kun je op een andere manier unlocken. Waarschijnlijk moeten we weer heel erg veel maxen. En dan kunnen we uiteindelijk weer die zesde beelden krijgen. Maar voor heel erg veel mensen betekent dat in het begin, die niet jammen, dat je in het begin eventjes geen zesde beelden hebt, maar max 5. Dus ja, ik zou het ook zeker weten aanraden om vlak voor die update, ik weet niet precies wanneer die update komt, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar vlak voor die update om die zesde builder aan het werk te zetten, want hopelijk kan dat dan nog. Of hij wordt instant gefinished, die building, waardoor je in principe een soort van hele snelle upgrade hebt. Wat trouwens een hele andere update is geweest, is, ja, hier, het gaat hierover, namelijk deze kun je niet meer oneindig kopen, namelijk je kon oneindig goud hiermee kopen en oneindig elixir, maar nu is dat gemaxed tot 1 per, ja, volgens mij 24 uur of zo. Nou, in ieder geval heel erg vervelend, want soms had ik problemen, dan was ik niet heel erg actief, maar dan kon ik deze medailles, kon ik uitgeven, die je natuurlijk door middel van deze aanvallen krijgt, die kon ik heel makkelijk uitgeven aan gold en elixir, waardoor ik wel upgrades kon blijven doen. Maar ze hebben dat dus een soort van aangepast, wat een beetje vervelend is. Natuurlijk, je kunt dan wel andere dingen gaan uitgeven, zoals hier onderzoeksdrankje, murenringen en zo, maar ik wil gewoon dit enkel en alleen gebruiken voor goud en elixir het liefst, maar dat kan dus niet echt meer op een goede manier. Natuurlijk, ik kan het nu wel kopen, maar niet meer oneindig, zeg maar. Tot mijn medailles op zijn. Nog eventjes kort over de clan. Met de clan gaat het wel redelijk. Ik merk wel dat er hier en daar wat meer mensen inactief worden. Maar hopelijk kan jij daar verschil in maken door de clan te joinen. Als je natuurlijk niet helemaal vol is al. Op dit moment hebben we nog 12 plekken. Maar join zeker met de clan als je actief bent. Want als je inactief bent, heeft het 0% zin. Want dan word je gelijk weer gekickt. Dus het heeft geen zin als je gewoon maar joint. We zullen ook eventjes checken of je aanvallen hebt gedaan, et cetera. En we checken natuurlijk ook op je donaties. Dus doe dat zeker weten eventjes. Anders dan word je, ja, jammer genoeg gekickt. We hebben ook een clan war die gaande is. En in principe kan ik aanvallen. Maar durf ik dat aan zo live in de video? Nou, weet je wat? Ik heb volgens mij alles al behalve mijn king en mijn koninklijke kampioenen. Dat is wel heel erg irritant dat ik die niet heb. Dus ik ga voor de 2-ster. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik zal gewoon eventjes mijn nummer aanvallen. Dus dat is nummer 3. En volgens mij heb ik alles al. Moet ik heel even checken. Aanvallen. Oh mijn god. Ja. Ik heb alles. Oké, we kunnen dit doen. Weet je, we gaan het ook gewoon doen. We gaan aanvallen en we gaan voor de 2-ster. Dus we gaan niet voor de 3-ster. Dan weten jullie dat alvast. We gaan eventjes kijken. We gaan hier deze neerzetten. Hier deze. En dan kan ik zo meteen in principe. Nou, ik wacht nog heel eventjes. 1, 2. Dan gaan we hier deze neerzetten. En dan hopelijk gaat dit een beetje goed komen. Oh, die krijgt wel heel erg veel damage. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is een beetje ruk. Maar goed, dan plaatsen we deze hier. Hop, 3 van deze. Oké, dit is niet... Oh, ja, dit is perfect. Letterlijk, die muurtjes zijn kapot gegaan. Dat is perfect. Dat is zeker perfect. Deze doen we hierop. Dan plaatsen we de ballonnetjes erachter. Healertjes heb ik erachter. En dan hopelijk kan dit goed gaan. Ik freeze dit. Ja, ik weet niet of ik dat moet freeze eigenlijk. Deze plaatsen we in ieder geval hierop. Nou, ik freeze dit wel, want die doen te veel damage daar. Dat is echt zonde anders. Dan gaan we hier eventjes een rage spell opgooien. En hopelijk gaan ze dan zo meteen richting de town hall. Dat zou super nice zijn. En die moeten we wel eventjes freezen. En dat doen we nu. En dit freezen we ook. En hopelijk komt het goed. Kom op. Doe genoeg damage. En ja, McQueen zit erop. Heerlijk. Hoppakee, dit moet ik ook even freezen. En, oh mijn god, mijn queen is instant dood gegaan. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, we hebben in ieder geval 2 sterren. Weet je, in principe ben ik hier al helemaal tevreden mee. Want ik wist dat ik het nooit ging halen anders. Deze plaatsen we eventjes... kan ik deze hier plaatsen? De healing? Ja, de healing kunnen we hier plaatsen. Dat is in principe wel een mooie plek. Ik denk dat de packers naar binnen gaan. En dat doen ze volgens mij... Oké, nou prima, een split. Dat is ook helemaal niet erg. Op dit moment is... Oeh, het klankkasteel is daar leeg gekomen. Dat is een beetje irritant. We ragen dit, want ik denk dat ik niet heel erg veel timer heb. Zodat ze in ieder geval nog iets qua damage kunnen doen. En deze... Ja, weet je, ik kan niet zo heel veel mee doen, denk ik. Hier, deze kan ik hier plaatsen nu. Ik heb nog deze. Die plaats ik hier maar. Maar that's it. Ik kan niet meer doen. Hey, 67% als het goed is. Niet verkeerd. We hebben een 2-ster. Dus ik ben al helemaal tevreden als ik heel eerlijk ben. Nou, dames en heren, dit was het einde van de Clash of Clans video. Join zeker weten eventjes de clan. Druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. En tot de volgende. Peace out.